Nee, niemand eruit was. Waarom? Net een grote hond. Ja, maar waarom niet? Het is een blinde geleidehond. Ja, maar het is te groot. In één woord, belachelijk. Dus ik heb er in januari, dat was geloof ik 24 januari, heb ik over hetzelfde, heb ik al kamervragen gesteld. In die vragen heb ik ook gevraagd aan staatssecretaris Mansveld, die veel te slap optreedt, dat ze met wetgeving komt die het weigeren van een blinde geleidehond, met natuurlijk de passagier die hem nodig heeft, dat het strafbaar wordt gesteld. Ze moet zich niet verschuilen achter het is al mogelijk. Want nogmaals, jullie reportage was volgens mij glashelder, zonder figuranten. Dus Mansveld, aan de slag, los het op. In een ideale wereld zou het natuurlijk zo zijn dat alle taxichauffeurs mensen meenemen die een blinde geleidehond hebben. Maar jullie reportage laat heel goed zien dat dat niet het geval is. Dus moeten we wel met landelijke wetgeving komen, zodat blinden dit soort dingen, zoals Marleen heeft meegemaakt, niet nog een keer meemaken.